Meneer Almkinders. Meneer andere kinders. Meneer Almkinders. Meneer Almkinders. Opa. Dit is meneer Almkinders. Die is de directeur. Ja. Hij is de directeur van de school. Maar hij is de burgemeester van de school. 10 podcast in de minuten is de baas. Administratie. Hij mag kindertjes naar zijn bureau sturen als ze iets stouts doen. Soms de kinderen helpen in de klas. Iets kopen. Veel dingen regelen. Schriften. Boeken. Als er bijvoorbeeld een bal kapot is, voor ballen zorgen. Hij gaat heel vaak achter de computers. Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of zo moet. En dan zei hij dus soms. Hij heeft gisteren ook nog gymles gegeven bij ons. Ja, dan moeten we lezen. Nou, over de steentijd en ja, over de Romeinen. Van de familie van de olifant was. Dat ene met die hoorns. Geschiedenis. Soms wel eens aardrijkskunde en rekenen en taal. Heel ver vroeger en zo, dat is logisch. Alleen het leuke daarvan is dat hij altijd heel veel vertelt en dat we niet het werkboek hoeven te maken. Nee. Ja. Ja. Ah, hij is wel heel streng en zo. Let op, de Annie streng. Nee. Hij kan wel streng zijn, maar dan moet het ook. Dat is wel. Nee. Hij is heel lief. Gimmen of zo. Basketbal. De bal stuiteren en dan met je voorhoofd tegen de bal aan. Hij is heel vaak ook bij voetbalwedstrijden. Leuk om te zien. Zo'n best wel oude man die heel erg veel plezier heeft. De stick in zo'n gaatje moet slaan. Golven. Op de bank hangen. Golven. Ons computer aan, op Facebook. Ja, we gaan vaak naar de speeltuin. Vooral voetbal kijken in dit seizoen. 12 jaar of zo. 30 jaar. 40 jaar? Ongeveer 40 jaar. Nee, geen 40 jaar. Nee. 45 jaar, denk ik. 41. Nee, dat kan niet. Ik denk ruim 70 jaar. 18? 40 toch. 56. Of 100. Oh. Dat kan wel. Nee, nee. Wel, misschien. Jammer dat je van school afgaat. Dat hij het goed heeft gedaan. Dat je nog een fijn leven krijgt. Bedankt voor de leuke jaren. Geniet van je vrije tijd. Bedankt voor alles. Doei.